Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe vlog van Family Loop. Ik heb zenuwen. Vandaag gaan we met Muffin naar Luik, naar de universiteit, de dierenartsuniversiteit of zoiets. In Luik, omdat ze bij de dierenarts niet meer weten wat dat ze moeten doen. Omdat Muffin nog altijd niest. En er komt... Sorry, ik ben trouwens terwijl aan het eten. En er komt ook vaak nog bloed mee als die niest. Hele dikke stukken gedroogd bloed of zo. En bij de dierenarts hebben ze echt alles geprobeerd. Maar ja, nu zijn we eigenlijk een beetje ten einde raad. Dus nu gaan we vandaag naar Luik. Het is trouwens nog heel vroeg. Het is 8 uur. Allee, heel vroeg. Het is niet heel vroeg, maar het is 8 uur. Ik ga vandaag ook schminkloos, omdat ik hier... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh. Ik zal het wat scherper stellen. Voilà. Hier droge plekjes aan het krijgen ben. En dat is een teken van mijn huid. Die zegt, Talisa, je hebt veel te veel schmink opgedaan de laatste tijd. Wat ook is, want ik ben elke dag weg geweest. Buiten huis geweest, dus dan schmink ik mij meestal. Dus ik ga nu schminkloos. Hier is hem, mijn muffin. Die moest... hij moest nuchter... ze moest nuchter blijven. Hè? Muffie. Garm, die weet nog niet wat er gaat gebeuren. Een kleine schattenbol. Dus zoals je ziet is Muffin wel redelijk wat bijgekomen. Een dik patatje geworden. Dus dat is wel goed. Ze eet echt heel goed. Ze drinkt heel goed. Ze is heel actief, want ze valt Milky echt constant lastig. Arme Milk. Milky, dat is leuk, hè? Milk. Milky antwoordt echt altijd. Hey. Hey. Ja. Ja. Zeg je hallo tegen iedereen. Dus ja, deze kleine duivel. Zit. Duivelke. Oh, nu heeft ze mijn touwke gezien, hè. Dus ja, we gaan zo vertrekken als Geert terug hier is. Ze is er klaar voor. Warm. No. Zielig, hè? Ja. Oké, we hebben Muffin achtergelaten. Ze ging een hele reeks onderzoeken doen. Wat echt wel een heel deel van de dag ging duren. Ze ging een CT-scan doen. En nog eens de groei binnenin kijken. En biopsies of zoiets. Biopsies? Ja, hè? Ja. Nemen. En al die toestanden. En dan hopelijk dat ze iets vinden. Iets wat te verhelpen is. Maar oké, ik moet de hele dag stand-by blijven, want ze gaan mij bellen. Mocht er iets zijn of mocht er iets, moet ze iets kunnen vragen of zo. En dan mag ik die straks gaan terughalen. En dan zal die wel heel woozy zijn van al die verdoving. Wat een garm. Want ze kreeg sowieso al 2 verdovingen, zei hij. Dus ene nu en dan nog ene voor de volgende. Dingen die ze gingen uitvoeren, dus die zal wel heel woozy zijn. Onze baby toch. Ik vind dat zo erg. Maar ja, dat wist ik eigenlijk wel toen ik die gered had. Dat het een zorgig katje ging zijn. Hè. Want op zich, toen zei iedereen tegen mij, wauw, je hebt een raskat en je hebt er niks voor betaald. Maar die zo ben gaan weghalen gewoon. Maar ondertussen zijn we echt, denk ik, 2000 euro zeker kwijt. Ja. Geert is aan het opletten op de weg. Dus update volgt. Hey
eventjes tussendoor. Ik ben terug thuis. Er is een hele doos vol met damhertproducten gekomen. Ik heb al een paar dingen geproefd. Het meeste is lactose- en glutenvrij, wat perfect is, want ik ben lactose-intolerant en gluten-intolerant. Ik ga jullie zelfs beter laten zien wat er allemaal in zit. Maar voor nu, het is middag, dus ik ga de glutenvrije en lactosevrije pannenkoeken maken. Oké, het was echt heel gemakkelijk om te maken. Ik heb even alles in zo'n shakebeker gedaan, omdat ik niet zo'n mixer heb. Dus nu ga ik de pan opwarmen en ik ga ze bakken met kokosnootolie. En ondertussen ga ik ook wat fruit snijden voor erbij. Ik ga voor banaan, blauwe besjes en aardbeien. Eerste pannenkoek zit erin. En jullie zullen je misschien afvragen waarom die een beetje bruiner ziet. Maar ik heb ook een klein beetje proteïnepoeder aan dit mengsel toegevoegd. Dus ik heb deze gemaakt, maar ik heb er een beetje proteïnepoeder bijgevoegd. Ik heb buiten het proteïnepoeder ook nog een heel klein beetje van dit erbij gedaan. Dat is haverpoeder. Dat is ook van damhert en dat is biologisch. Ik doe hier een heel klein beetje bij om een beetje meer fiber in mijn darmen te hebben. Dus om iets beter naar het toilet te kunnen. Dat is altijd goed. Jee, de eerste is klaar. Ze zien er nu niet zo mooi uit. Omdat er dus chocoladeproteïnepoeder in zit. En met de haver zien ze er ook niet super mooi uit. Zoals op deze foto kan ik het net niet. Maar ik heb al eens een klein stukje geproefd van dit randje. En het is echt super lekker. De tweede ziet er al heel wat beter uit als de eerste. Maar aldoende leert men, hè. Weet je, ik bak niet zo vaak pannenkoeken. En ik dacht, dit is super gemakkelijk met dat pak van damhert. Dus ik ga het proberen. En ik vind wel dat het nog oké is. Ai ai. Ik ben al aan het eten en ik heb het resultaat niet eens getoond. Goh. Maar ze zijn echt super lekker. Ik heb er fruit bij gedaan. Echt super lekker. Ja, het ziet er nu misschien niet zo mooi uit. Oh, ik had het dan zo mooi gemaakt en ik heb het gewoon niet gefilmd. Maar oké, het is dus echt super lekker. Oké, de pannenkoeken zijn op en ik ging nog laten zien wat er nog in de doos zit. Dit boekje van damhert. Hier staan alle producten in. Dan de glutenvrije haverkoekjes. Zoetmiddelstokjes ter vervanging van suiker. Gezonder en nog lekkerder. Dan, deze heb ik al van gegeten. Een baguettebroodje, lactosevrij en glutenvrij. Was super lekker, maar er is nog een stukje. Dan, deze heb ik hier en ik ook al gegeten, zoals je kunt zien. Melkchocola. Dan ook nog een melkchocola. En deze twee. Yummy. Dan, hier heb ik ook al eentje van geproefd. Smaakt echt net als Bounty. Super lekker. Dan deze koekjes met chocola. Kokosvlokken. Super tof. Dan nog deze. Dat is voor cake te maken. Allee, oh nee, het is een zoetmiddel eigenlijk, wat je op de cake ook kunt doen. Dan ketchup. Choco. Dan, deze heb ik ook al open gedaan. Muesli met chocolade. Die had ik daarvoor ook al gegeten. Ik heb daarvoor ook wel al redelijk wat van damhert gegeten, dus ik ken het merk wel. Dan muesli. Cornflakes, lactose en glutenvrij. Pasta. Maiswafels, ook super lekker. Deze King Shock koekjes. Glutenvrije en lactosevrije spaghetti. Raw food chiazaadjes. Deze zoetjes kun je ook gemakkelijk in je tas doen voor op restaurant. Dan nog muslirepen. Deze met pindanoot en chocolade en frambozen en yoghurt. En dan nog
Oeps. Quinoa mix. En, sorry. Dan nog wat boekjes om te lezen. En dan wou ik ook nog zeggen... Amai, zitten kruimels. Dan wou ik ook nog zeggen, er zaten ook Oreo koekjes in. Maar die hebben we al opgegeten. En super lekkere brownies, maar die hebben we ook al opgegeten. Dus zo goed was het. Ik heb mij een beetje opgemaakt, zoals je kunt zien. Allee, toch schmink opgedaan. En nu ben ik onderweg naar Hasselt. Ik ga even, ik denk, langs Pew Pew, sowieso. Ik weet dat er van alles nieuw binnen is. En ze hebben Mickey Mouse schoenen, dus ik wil heel graag gaan kijken. En dan denk ik misschien ook heel snel in de Primark eens binnen springen. En Celine gaat ook mee. Dus kan ik misschien een beetje mijn gedachten verzetten. Ik heb nog altijd niks gehoord en het is al 2:20. Om 10:00 was zijn eerste, haar eerste scan. Dus ik vind het een beetje raar en ik denk dat ik zelf eens ga bellen. Ik hoop niet dat ik dan zo als een onbezorgde, ambetante vrouw overkom die zo heel de tijd zit te bellen. Ah, ik heb nog niet gebeld, dus dat was de eerste keer. Maar ik ga zelf eens even bellen en hopelijk weet ik dan meer. Oké, outfit nummer 1 bij Pew Pew. Kei schattig. Oké, outfit 2. Een shortje. Want Celine heeft hetzelfde, maar dan met blauw en roze. Roze bloemetjes eigenlijk. Oké, dit ga ik allemaal kopen. Dat is te veel. Oh, dat is echt veel. Oh, en ook nog. Oh, maar de schoentjes zijn al weg, hè? Wacht. Ah, wacht, gewoon de zwarte. De roze staan hier. Kijk, dit zijn de roze. Kijk, cute. En dit zijn de zwarte. Oké, ik kan niet kiezen, dus ik heb de roze en de zwarte genomen. Oh. En hier, ze zitten lachen, hè? Ik heb de Mickey schoenen. Jij ook. En Mickey schoenen. Oh, we zijn echt shopping addict, hè? Ze zijn echt ziek, eigenlijk. Echt ziek in je kop, zei je. Wist je dat? Ja, maar ik leg me daarbij neer. Oké. Oké, ik ben in de auto nu met mijn zakjes van Pew Pew hier. Was wel leuk om even te gaan shoppen, want nu heb ik even mijn gedachten kunnen verzetten. En ze hebben net gebeld. Ik mag Muffin gaan halen. En heel raar, er belde iemand in het Engels mij. En die zei dat ze iets gevonden hadden in Muffin zijn neus. En dat het nu goed zou zijn. Maar dan heeft de dierenarts die alles heeft uitgevoerd naar Geert gebeld. En die zei dat Muffin voor altijd met zijn aandoening gaat moeten leven. Of... dat we die moeten inslapen als we niet elke dag die druppeltjes in zijn neus kunnen of willen doen. Maar we gaan die wel elke dag druppeltjes in zijn neus willen doen en kunnen. Daar zullen we wel een oplossing voor vinden. En zolang dan de slijmen in zijn neus dun blijven, komt het wel goed. Allee, komt het goed? Ja, kan hem leven. Kan ze leven. Ik zeg altijd hij, maar het is een vrouwtje. Een jonge dame. Dus ik ga nu vertrekken en dan zien jullie mij zelfs met Muffin. Hier is ze terug. Muffin. Muffin. Oké, het is dus zoals Geert dacht. Het is gewoon blijvend voor altijd en die zal druppels moeten hebben. Elke dag. Dus, I'm sorry kindje, maar we gaan er goed voor zorgen. Ik ben thuis. Een Muffin. Zie je? Muff! Hey, we zijn thuis, schat! We zijn thuis. Oké, nu gaan we naar binnen. Eén keer raden wie het is. Jullie moeten niet meer raden, denk ik. Jullie weten al wie dat er mij constant stuurt.
Maar ik haar ook, dus. Oké, ik ben al heel even thuis. Ik heb net nog wat e-mails gedaan. En Geert heeft eten gemaakt voor ons. En nu, voordat ik de vlog ga afsluiten, wil ik nog laten zien wat ik van Pew Pew had. Dus ik ga mijn best doen om het te laten zien. Ik ga het misschien hierop zetten. Oké. Het is echt veel. Dus als eerste deze jeansbroek. Met aan de zijkant zo cut-outs en dan zo'n touw. Kijk hoe. Dan. Hey. Zijn jullie klaar om te gaan sporten? Zeker. Dan dit zwarte shortje met kant van onder. Ook super cute, zeker op vakantie. We vertrekken binnen 20 dagen of zo, denk ik, naar Marbella. Dus dat gaat kei tof zijn. Dan dit jeansjasje, vond ik ook echt kei mooi. Zoals alles. Met deze mouwtjes. En dat is zo'n oversized jeans jacket. Dan dit blouseje. Ah, super cute. Een peploem. Dat is dan zo. Oké, dan. Next. Is dit zwarte blouseje met, ik hoop dat je het ziet, zo kanten bloemetjes. En dan vanachter zijn zo touwtjes om het te binden. Ik ga natuurlijk heel veel foto's hiervan maken, dus die ga je allemaal zien op mijn Instagram. En dit is mijn Instagram. Dan dit blouseje. Zo'n hemdje meer. Ah, ik vind het allemaal echt mooi. Oei. Ai, mijn water is uitgelopen, mijn zak. Oké, dan ga ik in de was gooien. Oké, dan Geert, kom eens. Oké. Dan zijn er twee dingen. Voor mij? Nee. Pew Pew heeft geen mannenkleren. Maar dus twee dingen die ik denk, en Celine ook denkt, en de meisjes van Pew Pew ook denken, die je heel lelijk gaat vinden. Elke man vindt het lelijk. Oké. Ogen toe. Oei. Ja. Wat is dat, ja? Allee, is dat niet mooi? Die zijn hondslelijk. Ik wist dat je dat ging vinden. Waarom koop je zoiets? Ik heb dat niet gekocht. Ja, dat mocht je nu niet zeggen, hè. Huh? Waarom kiest je zoiets? Ja, omdat ik dat wel mooi vond en dat was kei mooi onder die outfits. En dat is in. Ja, ja. En om het af te maken heb ik buiten de roze ook nog zwarte. Mm-hmm. Gaan we toch niet samen op straat? Ja, dan zult jij apart moeten lopen, hè. Denk het ook. En in Marbella gaan Celine en ik die allebei aan hebben. Ik denk niet dat je die heel lang gaat aan. Oké, dan het allerlaatste ding. Ah nee, dat is niet waar. Het voorlaatste ding. God, deze broek. Die was ook super tof. Kei leuk voor in de zomer ook. En dan dit. Oh, playsuitje. Kijk, ik vind het zo niet. Oké, dus dit playsuitje. En dat is het. Dat is opgespetterd overal. Geert gaat trainen nu. En hier gaan we dan ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Al was het van Muffin iets minder leuk. Ja. Maar dus zeker thumbs up als jullie hopen dat alles met Muffin goed komt. Dat gaat helpen. Ja. En tot volgende keer. Tot volgende keer. Bye bye.